Ze lijken misschien niet heel moeilijk, maar in oude vertrouwde run and gun fashion zijn ze nog best wel lastig. Rippy en Croaks, Clip joint Calamité. En dit level, nou ja, je ziet het wel. Het is best wel een pittigie. Dat is gewoon het ding wat ik erover wil zeggen. Dit level is behoorlijk pittig. En dat komt voornamelijk ook gewoon gelijk van... Ah nee, hij begint daarmee. Oh. Hij schiet als een debiel met handschoenen. Daar begint het al bij. Die guy die schiet met vuurvliegjes. Ik heb geen idee waarom. Maar die guy die schiet met vuurvliegjes. Dat is hetgene... Dat al sowieso. En die handschoenen... Ik heb er niet heel erg gek veel moeite mee. Ah! Oké. Dat ging ook al maar net goed. Maar zoals je ziet, er vliegt gewoon best wel veel de lucht in. En er zijn echt gewoon levels waar ik vandaag de dag ontzettend vast bij zit. In dit level heb ik echt ontzettend lang vastgezeten toen ik hem voor het eerst speelde. No joke. Oh nee. Daar gaat hij zo beginnen. Maar zometeen wordt het pas echt erg. Want straks belandt hij namelijk in een... in een slotmachine. In een gokapparaat. Ik heb geen flauw idee waarom. Maar daar verandert hij in. En het is super raar. En het is super lastig. Dus dat wordt waarschijnlijk echt een pain in the ass. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon zien wat er gebeurt. Hoe dan ook. Er zijn verder ook nog een hele hoop andere dingetjes. Ik heb trouwens geen flauw idee naar welke cartoons deze boss fight refereert. Het zou vast wel een bepaalde personage of cartoon of wat dan ook gaan refereren. Maar ik heb geen idee welke. Zoals ik al een keer eerder zei, ik ken ze niet allemaal. Ik heb tot op de dag van vandaag alleen nog maar Disney cartoons gezien uit de 1930. Nou is dat niet helemaal waar. Ik heb ook Popeye gezien. En die komt volgens mij ook uit 1930. Maar... Oh mijn god. Nee. Nee. Shit! Oké. Dit zou waarschijnlijk wel even duren, maar oké. In ieder geval, er zijn verder ook nog een hele hoop dingetjes. Oh mijn god, wat vliegt er veel in de lucht momenteel. Godsamme. Het is niet echt bepaald verstandig om een verhaal te doen als je een spel als dit aan het spelen bent. Want er is zoveel aan de hand, er is zoveel gaande. Maar dat is ook wat ik zo heerlijk vind aan dit soort games. Games zoals dit... Er gebeurt altijd zo heerlijk veel in. En ik vind dat... Ik weet niet. Ik vind het altijd heerlijk als er zoveel gebeurt in games zoals dit. Het geeft me echt een beetje het gevoel als... van... Ja, dit is echt een uitdagend spelletje. En dat is het ook. Je hebt het net kunnen zien. Die vorige was echt verschrikkelijk. Op zich... Oh mijn god. Die slotmachine wordt een hel. Verder nou al... Maar die slotmachine was van net, was net ook gewoon een hel, omdat, ja, ik begon ook gewoon, die guy die begon ook gewoon met eentje waar ik echt helemaal niks mee kan. Ik probeer hem wel te ontwijken. Oh god, ja, hij gaat springen hoor. Hij gaat duiken! Hoppakee. Oké. Nu kan ik schieten wat ik wil, maar er gebeurt toch niks. Ik krijg toch niet zoveel damage. Nu... Als het goed is, kan ik een damage doen als hij zo meteen... Nee! Niet deze weer! Oké. Focused. Ah! Kom op! Nee! Ik had hem! Nee! Ah! Oké. Ja! Hoi! Oké, I'm fucked. Oké, kom maar op. Ah, geen vuur. Ik heb een hekel aan deze dingen. Oké, kom op. Maar dit kan ik nog wel. Dit is nog wel te doen. Oh! Oké. Niet in paniek raken. Dan komt het goed. Oké, nog een keer vuur. Dit keer ga ik deze gebruiken. Oké, kom op. Nee, ga er ook eens heel eventjes... Ja, dank u wel. Ah!
Oh mijn god! Nee! En dan nog genakt worden door zo'n fucking muntje. Misschien moet ik me wat beter gaan concentreren. Misschien dat het dan werkt. Nog even een... Ik ga deze gelijk even retryen. Nog even een leuk verhaal over cartoons uit 1930. Ik heb laatste cartoon gezien. Dat was Pluto's Judgment Day. De vorige keer heb ik het gehad over The Mad Doctor. Nu laten we het nu eens even hebben over Pluto's Judgment Day. Een van de meest bizarre cartoons die ik ooit heb gezien. En ik heb heel veel SpongeBob episodes gezien. En ik heb natuurlijk heel veel My Little Pony gezien. Maar goed, even los van dat. Pluto's Judgment Day focust zich op slechts één ding. Pluto die wordt naar de hel gestuurd. Omdat hij heeft een hele hoop katten geterroriseerd. En nu zou hij dus de doodstraf krijgen. Wat er dus allemaal gebeurt is echt ontzettend vreemd. Alle katten die hij dus geterroriseerd heeft, een aantal ervan, die zijn gekomen naar deze rechtszaal. En je ziet ook gewoon de angst in de ogen van deze katten. Echt. En de doodstraf is ook echt super bizar van Pluto. Pluto's doodstraf is niet de typische... Hij is opgehangen. Of hij is... onthoofd of zo. Nee. Hij is levend verbrand. Zeg maar, dat wat mensen vroeger deden met heksen. Dat is met Pluto gebeurd. En voor het geval dat je geen idee hebt van wie Pluto nou eigenlijk ook alweer was. Dat was zeg maar Mickey's hond. En ze hebben Pluto gewoon letterlijk... levend verbrand. Oh my god. Dat is... Mickey... Mickey Mouse cartoons uit de jaren 30. Why? Ik snap het oprecht niet. Wiens geweldig idee was het om zoiets te creëren? Walt Disney had het echt niet goed bij zijn bol volgens mij toen hij die cartoon creëerde. Het is omdat het Walt Disney is, dan kan ik het nog een soort van redelijk begrijpen. Oké, het is weer die groene, dat is nog prima te doen. Maar het feit dat het gewoon... Het is fucking Mickey Mouse. Het is niet een of andere horrorfiguur die je ziet of zo. Het is geen Freddy Krueger. Het is Mickey Mouse waar we het over hebben. Ah nee, ja. Hier, daar gaan we weer met deze. Oké. Maar goed. Dat is dus eigenlijk wat ik wilde zeggen. Pluto's Judgment Day... Fucked up! Net als eigenlijk Walt Disney in het algemeen in de jaren 30. Oh, kom op! Shit! Ik was zo dichtbij! Ik moet naar therapie gaan naar deze video. Als je dit spel nog niet hebt gespeeld, doe jezelf een plezier. En speel het. Het is ongelooflijk leuk. En nog ongelooflijk lastig. Maar, dat moet ik er wel even bij zeggen. Het spel voelt wel fair en... Wat de hel is dit? Oké, de game is geglitched. Betekent dit dus dat ik dat vuurvliegje... de rest van de game erbij zou zijn. What the fuck? Dat zijn nou van dat soort bugs die waarschijnlijk gewoon per ongeluk in de game erin zitten. Man, dat heb ik ook nog niet eerder gezien. Ik heb het eerder meegemaakt. Ik heb wel eens een keertje in het level Threatening Zeppelin. Heb ik een boss fight. In een zeppelin. Ik zat zeg maar in een vliegtuigje en je neemt het op tegen iets van een zeppelinvrouw. Die heel erg lijkt op het vriendinnetje van Popeye. Die gaan we zeker nog wel een keertje spelen, die boss fight, want die is fucking awesome. Maar wat het ding dus was... ik ging dood. En het level bleef gewoon doorgaan. Je kreeg niet op je scherm, you died. En dan kon je het level overnieuw doen. Nee. Het hele level ging gewoon door. En ze veranderden in die fucking maan. Als dat je het level
kent, dan weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Maar het level dat bleef gewoon doorgaan en ik moest het hele spel gewoon opnieuw opstarten op de harde manier. Niet op de manier waarop het hoort, gewoon je drukt op de pauzeknop en je gaat het vervolgens afsluiten. Nee, dat kon niet. Ik moest de game hard resetten. Oftewel, de game was hem gewoon helemaal kapot geglitcht. En dit is de tweede keer dat ik een game glitch zie in Cuphead. Nou, dat is dus hartstikke mooi. Betekent dus wel dat de game redelijk goed gemaakt is. Qua codes dan. Oh mijn god, ik haat de zijkant van deze fucking plateaus. Nee! Weet je wat? Ik denk dat het daar even een goed idee is als ik even ga stoppen.